I'm finally right here with you. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En zoals jullie horen ben ik inderdaad geen GTA 5, LSPDFR en more. Ik ben hier namelijk namens Roleplay Reality om aan te kondigen dat onze buitengewoon opsporingsambtenaarafdeling geopend is. Je kan hier dus nu voor solliciteren via www.roleplayreality.nl. Als je meer informatie wil over alle afdelingen, over wat Bowo nou precies inhoudt en wat je er precies kan doen, check dan even de social media van Roleplay Reality via YouTube, Instagram, Facebook en ga zo maar door. Linkjes zullen in de beschrijving staan. Er zijn een aantal eisen voor deze afdeling waar je aan moet voldoen. Zo moet je 14 jaar zijn, veel motivatie hebben om wetkennis te leren en om in een team te kunnen werken. En uiteraard moet je in bezit zijn van GTA 5 en een goede microfoon. Zorg dat je aan deze eisen voldoet en meld je snel aan. Dan zien we jou misschien bij onze clan. Tot dan! Nou, dan zou die hier ergens moeten zijn, hè? Ja, daar is de winkel staat. Daar is de winkel, ja, inderdaad. Ja. Was hij nog binnen? Volgens mij wel, maar we moeten even kijken hoe dat... Ik zet hem even dan aan de overkant op de stoepen. Ja, is goed. Was de beveiliging bij of heeft de winkeleigenaar hem... Ik meen dat de winkeleigenaar het belde. Oké. Zo, de benen strekken. Zo. Goedendag. Hallo. Volgens mij staan we bij de verkeerde winkel. Staan we bij de verkeerde winkel? Ja, ja. Staan we bij de verkeerde? Ja, we staan bij de verkeerde. Volgens mij moeten we in de winkelstraat zelf zijn. Daarom. Zijn we weer lekker bezig vandaag? Ja, het is, we zijn weer scherp. Ja, nou dan gaan we nog eens kijken daar. Zo. De biker ging ook mee, hè? Ja, ik meen van wel. Of hier bij de burger... Nee, hij heeft geen hamburger gestolen, toch? Wat had hij gestolen? Nou, ja, dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet, volgens mij was het daar. Ah, daar is de biker, ah, ja. Ja, daar is de biker, toppie. Kom hier doorheen. Oh, wij wel. Ja, net. Oh, ja. Ah, ja, mooi man. Kijk eens aan. Zo. Hey jongens. Hoi. Ach, klootzakken, rot toch op joh. Nou. Deze meneer gaan. Hé meneer, even staan blijven. Blijf maar even staan. Wat moet je? Ja, we moeten jou hebben meneer. Waarom? Voor deze moment even staan houden. Heeft u idee bij op joh. Hey, blijf eens even staan. Hey, ik zeg toch heel makkelijk gewoon op. Luister eens. Ja, maar wij zeggen ook eens heel makkelijk. Je blijft even staan. Hij wil even met je praten. Er is er niks aan de hand. Gewoon oprotten, hij wil niks... nee, maar wil... Er is nog niks aan de hand. Even rustig aan. Als jij jouw kant van... Ja, maar... Ja, blijkbaar wel. Want anders word je niet zo... Als mijn collega even naar binnen gaat misschien, dan kan die daar eens verhalen horen. En als jij je verhaal even aan mij kan uitleggen, dan... Nou, ik had een t-shirt, die was 10% korting. En hij zegt opeens, nee, is geen korting. Nee. Okay. Nou, ik heb hem nu gewoon meegenomen. Je hebt hem nu gewoon meegenomen. Ja. Oké, goed. Dus je hebt daadwerkelijk een artikel uit de winkel meegenomen naar buiten. Nee, maar blijf nou eens even staan. Blijf even staan. Anders gaan we je gewoon tegenhouden. Aan tegenhouden, hè? Ja. Hij rot toch op, joh. Hé, laat dat mes vallen, heel snel. Oh. Ik zeg graag politie erbij, persoon trekt het mes. Hé, laat dat mes even op de grond liggen. Ik zeg gewoon oprotten, man. Nee, afstand houden. Hey. Laten vallen de wapen. Hey, luister eens, je maakt jezelf alleen maar moeilijker. Laat dat mes vallen. Man, er zit alles dus dat tegen. Ik heb er helemaal geen zin meer aan. Hey, luister eens even naar me. Laat dat mes eens even op de grond liggen en kom dan even rustig met me praten, ja? Eerste politie-eenheid voor handhaving. Wat is dit nou? Meneer? Hey, stop eens met jezelf. Hey. Pak dat mes weg, pak dat mes weg. Ja. Hou hem onder controle. Ik pak de EHBO. Yes. Ik zet druk op de... Meneer? Ik zet erop rotten. Meneer? Dat voor een ambutje. Ja, vraag maar. Oké, ik zet druk op de... pols. Let op hem af! Nee. Meneer, doe eens rustig. We beweren. Heb jij dat mes? Ja, het collega valt weg. Oké, goed. Wat hebben we? Goeiedag collega's. Even kijken, ja, hij had in die, meneer doe eens even, in die winkel daar, de kledingwinkel, had hij blijkbaar geen korting gekregen. Vervolgens loopt hij naar buiten, loopt hij meermaals weg, op een bepaald moment trekt hij een mes. En hij staat nu hier, hij zegt ik heb er geen zin meer in en begint zichzelf te snijden. We hebben het mes weggepakt, ik hou nu druk op de wond, mijn collega heeft de EHBO-kit gepakt. Oké, als jullie daarvoor mee bezig gaan, vraag ik even een ambuutje. Ja, ja, als het goed is hebben we al een ambulance gevraagd. Ja, die is aanrijden. Ja, oké, top. Hij is nog steeds aan het verzetten hoor. Meneer, het is even belangrijk dat u rustig... Meneer, doet u even rustig aan. Ik heb druk op die, want hij heeft zich in zijn pols gesneden. Hebben jullie een tourniquet? Nee. Nee, ik heb wel mijn EHBO-kit bij me. Ja, er ligt eentje achter in mijn auto, dus ik weet niet of iemand tijd heeft. Ik druk het nu op dit moment af, maar als het te horen is er zelfs al een rapid. Ja, daar is de ambu. Meneer, heeft u verder wapens bij u? Heb je dat tourniquet? Laat je maar niks aan, wat voor natnam. Waarom moet het altijd weer zo? Meneer, blijft u rustig. Oké, als iemand even die tourniquet omgooit. Ja. Ja? Ja, natuurlijk is het rond. Oké. Ik blijf de arm hoog houden. Ja, top. Oh, spul van me af! Meneer, ik ga even fouilleren. Blijft u rustig liggen. Dat is puur voor de veiligheid van mij en mijn collega's. De ambulance is er inmiddels, ja? Koek je de ambulance? De ambulance wordt er dan gezegd dus. Hoi. Voor jou, deze meneer, nou ja, goed. Voor de rest maakt dat het verhaal van de diefstal en zo allemaal niks uit voor jou, maar hij heeft zichzelf gesneden in zijn pols. Wij hebben daar direct op gehandeld, we hebben het mes zo weggehaald, druk gezellig op die pols, op de wond gehouden. Op dit moment hebben we nu een tourniquet eromheen, of ja, lager daaronder dan gehouden. En de arm hou ik op dit moment hoog. Oké. Voor de rest verzet hij zich nog wel, maar ik vermoed bij jou niet. En was het gewoon met de mes hè? Ja. Okay. Wat was het, zo'n zakmes, zo'n vlindermes of zo hè? Ja. Wat hij zo ineens uitklapte. Ja, ik zou eens even kijken, ik heb mes hier neergelegd. Meneer, luister eens. Mijn collega van de ambulance dienst hier, die gaat u even onderzoeken. Dat hoeft niet. Ja, oprotten. Nee, maar ik denk dat het wel beter is dat hij jou even gaat onderzoeken. Ja, dus... het is een vlindermes. Dat ja, gaat hij dan ook doen. En ik verwacht ook van u dat u gewoon meewerkt. Dat u geen rare dingen naar hem gaat doen. Ja? En ook niet naar ons. Maar zeker niet naar hem. Oké? Ja. Vieze nepagenten. Nou. Nou meneer, blijft u maar gewoon even rustig. Degene die de arm hoog houdt, houd hem lekker hoog. Ja. Dan ga ik de collega weer zo even de spullen aangeven. Gewoon standaard EMBO spulletjes. En die kunnen dan gelijk even op de pols aanbrengen. Dan ga ik dan even de controles uitvieren. Ja, wij hadden al een EMBO kit, maar we hebben nog geen drukverbanden opgezet geloof ik. Oké. Ik denk dat hij sneed, we sprongen erop. Het heeft nog niet de kans gehad om te bloeden. Oké, nog niet de kans gehad om te bloeden. Ik weet ook niet, ik heb daar meteen druk op gezet. Ik heb eerlijk, ja je moet zelf maar eens kijken, ik heb er meer verstand van dan ik. Maar ik weet niet of het daadwerkelijk een diepe snee is of... Nee, ja, dan ga ik even kijken. Ik doe er gewoon een brilletje op. Zo. Nou, als jij even de drukliggers loslaat. Ja, de tourniquet die zet nu alle druk. Op de wond zelf hebben we niks meer. Oké, als iemand de tourniquet even los kan maken. Dan pak ik even alvast wat compress uit de spoedtas. Dat moet ik wel even snel losmaken. Is goed. Zo. Als iemand even deze arm hoog kan houden. Gelijk, kun jij dat even overnemen misschien? Gelijk Dave? Ja. Even die arm, ja. Oké, tourniquet is los. Ja, oké. Nou, regen mag even de druk, de luchtjes loslaten. Dan gaan we even kijken wat er gebeurt. Ja, hij is behoorlijk diep hoor. Oké, dan mag je weer de druk erop zetten. Ja. Hey. Hey. Ik wil net even bij die winkel binnen gaan kijken. Ja, ik loop wel even met je mee. Ja, als jij me die arm geeft, dan houdt de druk er weer op. Dan ga ik verder. Ik weet namelijk niet of daar... iets ook is gebeurd. Mijn collega was wel binnen, maar die was er snel weer buiten. Ja, oké. En straks sowieso even mee wil gaan naar het bureau. Ja. Voor alles te noteren. Samen met je collega's, dan... Yes. Meneer, hoort u me nog? Is er iemand überhaupt? Nee. Nou, het is helemaal leeg. Die naar buiten gerend ofzo? Ik denk het. Half achter misschien? Ligt het niet hierachter? Nee. Geen hokjes verstopt of... Deze deur is dicht. Deze ook. Nou ja, dan lekker later. Ja, dan bel ik wel de eigenaar even op. Kan hij later aangifte komen doen. Daarom. Ga nou eens kijken hoe het met hem gaat. Jullie hebben zelf niks? Nee, hij liep wel op mij af, maar ik heb wel voldoende afstand kunnen nemen. Ik denk dat ook niemand van mijn collega's gewoon is geraakt. Dat even kan navragen. Hij zit er nog bij, ja, dus ik neem aan van niet. Je weet het niet. Had jij iets? Zelfverwondingen? Als het goed is niet. Ik zie ook niks aan je. Nee, toppie. Nou, dan als het goed is niet. En jij? Nee. Ook ben, niet gestopt geweest. Nee, we hebben niks. Ja, Darwin. Ja. De compressor zit erop, wondslaafband zit omheen. Ja, die kunnen op zich meenemen. Dat gaat verder over het ergeren. Dan zou nog iemand op zich langs kunnen komen. Ligt aan hoe hoog de dreiging is van meneer. Maar hij moet sowieso wel later tot gekomen voor controle. Ja, hij kan gewoon mee als mee naar het bureau. Misschien ja, ambulance ja. Of zo. Oké, nee, fantastisch. Nee. Tenzij de situatie verslechtert, dan kan je dat gewoon met de collega bellen van de meldkamer. Vragen van de ambu. Ja, 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 zeker, zeker. Hij is helemaal prima? Ja. De pols zijn we verbonden. Zit goed. Het bloed is helemaal gestapt. Dus jullie mogen van mij meenemen. Meneer hoort u mee? Ja, ik hoor u. Bent u een beetje gekalmeerd? Hij moet geholpen worden, zeg ik toch. Nee dus, oké, top. In ieder geval voor u, u bent aangehouden. Want u gaat mee met ons naar het bureau. Aangehouden voor wat? Klootzaak. Meneer, als u mij even laat uitpraten. U hoeft niet te antwoorden op de vraag die wij stellen. En u heeft recht op een advocaat. Die heeft u bij uw eerste vooral. Wilt u daar gebruik van maken? Nee, geef me een mes, maar dan gebruik ik nogmaals een keer. Okay. Nou meneer, dan gaan we even de handboeien omdoen. Gaan we even kijken hoe dat lukt met die pols. Waarschijnlijk dat we hem iets lager gaan doen. Zit hij wel wat strakker, maar dat is voor onze eigen veiligheid. Ik ben nog best agressief. Kan u omhoog komen? Ja, ja. Mag u met uw gezicht even richting het gras? Ik rij met hun mee. Ik moet sowieso de aangiften en zo gaan invullen. Dus ik rij wel even mee in de busje. Ja, hey, handhaving zonder geel steekvest. Ja, hoi. Ja, hey, we leggen hem zo meteen of in de T6 of in de T5. Mag je een actief worden, kunnen we het plat op zijn buik leggen. Ik wil er wel een van jullie bij. Ja, ik rij mee. Die dan bovenop kan gaan. Ik rij mee. Ik heb wel nog een mes. Hebben jullie iets van een zak? Ja, ik zal even een zakje pakken. Ja, precies. Nou meneer, als u rustig meeloopt. Kijk, collega krijgt wel met onze TS T6 erin. Yes. Ja, ik zet even de vis in de T6 en brengt hem mee joh. Nee, ja, hij krijgt hem vast. Alsjeblieft. Ja, nou, kijk eens. Kijk, neem jij die mee? Ja, die neem ik al mee in de T5. Meneer, hadden mijn collega's zojuist al verteld wat er gaat gebeuren zometeen? Ja, als goed mag of je naar huis toe of niet aan. Wat zegt u? Dat gewoon naar huis toe mag. Nou ja, uiteindelijk. Maar wanneer dat kan ik... Uiteindelijk, nou ja. Goed, hij heeft sowieso een bedreiging gedaan met een mes, hè? Winkeldiefstal. Ja, en hij heeft zichzelf iets aangedaan. Winkeldiefstal, hè? Wel die procent niet geven, hè? Dat heeft u net zelf toegegeven, maar goed. We gaan hier verder niet achter in dit busje een discussie helemaal aan. Maar wat ik wel even wil mededelen, als u zich weer ja, iets slechter voelt dadelijk, hè? Kijk ook naar de verwonding die u net heeft opgelopen. Geef het even aan bij ons. We gaan nu in ieder geval naar het politiebureau. En dan gaan we even verder. Nou, dan gaat nog verhoord worden waarschijnlijk. Er komt nog een hulpofficier van justitie. Die gaat kijken of die aanhouding rechtmatig is. Kunnen jullie ook nog een verhaal aan doen. Maar ook naar hem toe raad ik aan om gewoon op een normale manier het gesprek te voeren. Man, klootzak die allemaal zijn. Ik heb dan niet gevraagd om jullie, of wel dan? Nee, maar hij heeft er wel omgevraagd. Goeie woordspeling man, zo is ik even pakken man. Ja toch, was een leuke toch? vond het wel leuk. Maar je kunt beter gewoon je bek houden. Nou. Je moet ik altijd weer de held uitspelen of niet dan? Klootzakken, man. Nou, doen gewoon ons werk, meneer. Jullie werk, handhaving, dat doe je toch geen werk. Op een net playboy nieuwe politie. Nou nou. Dadelijk komt er belediging bij, hè? Voor wat? Wil je zeggen dat je een, hoe doen ze het kunnen? Ambtenaar in functie of zo? Belediging ambtenaar in functie, ja. Je hebt het zeker een ambtenaar zeker, vieze ambtenaar hè? Officieel wel ja. Van 9 tot 5. Ja. Ja lekker die toch? Werken. Ja ideaal, van 9 tot 5. Niks mis mee. Beetje uitslapen. Oh, daar zijn we. Meneer, we gaan hem zo meteen uit het busje halen. Ook nu raad ik u gewoon aan om normaal te doen, mee te werken. Het is uiteindelijk het beste voor uzelf, ja? Maar rot op man. Oké, als je niet meewerkt lig je snel op de grond. Welke cel willen jullie? Loop zo is het met z'n alletjes, Pieter Playmobilus. Ook in de Playmobilstad is politie nodig, meneer. Dat heb ik door, ja. Jannie boy. Volg mij nog even. We gaan nu eerst nog even fouilleren. En dan gaan we de cellen. Ja? Nou, wat liet jij nou dan? Klootzaak. Hij mag straks in cel 4. 4, wat is dat voor jullie? De middelste. Oké. Hey meneer, ik waarschuw nog één keer mij of mijn collega's van de handhaving beledigen en er komt belediging van ambtenaar in functie bij. Je wil nog steeds zeggen dat jij een ambtenaar bent. Ik ben politieagent, dus ja. Dat is 4, yes, dat is 4. Meneer, we gaan u hier in de hoek neerzetten. We gaan zo meteen de boeien afdoen. Je mag gewoon voor zich blijven kijken de hoek in totdat wij de cel hebben verlaten. Oké? Denk jij dan de hoek? Ja. Zwijgen eens toestaan. Goed, ja. Mooi. Hey, wat zeg ik nou? Meneer. Wat zeg ik nou? Die hoek in. Ah, laat me los. Ja, je kunt ook luisteren. Collega was duidelijk toch? Handhaving gaan we alvast. Toppie. Nou blijf je staan tot we die cel uit zijn. Zo. Hebben we hier een werkruimte om alles te tikken? Ja, kom maar. Oké. Volg mij maar. Ik heb mijn vest even uitgedaan jongens. Nou, dadelijk tijd voor koffie. Sowieso. We zijn hier te gast en we krijgen hier koffie. Nou, dat is waar. Als je door die... Kijk, een ruimte waar je alles kan bijtikken. Toppie, gaan we dat eens doen. En we zien de koffie wel verschijnen, melk en suiker alsjeblieft. Van mij twee suikerklontjes. 2 suiker, ja. Kijk hem de diabeetje. Jullie mogen dossier nummer 46382249-74 gebruiken. Dossier nummer 2, dus oké, dank je.